vorige keer in Henkie zijn leven. Abonneer! Stoppen, ik heb je nodig. Ik heb jullie nodig. Henkie! Hey! Huh? Hoi! Oh, kijk staan nou. Nou, maar repareren jullie auto's met jullie hier in mijn auto. Henkie, ja? We hebben een klein probleempje. Je auto staat op de dag van het tankstation. Oh. Hoe komt hij daar nou weer? Meneer, hoe gaat u me afkrijgen? Daar heb ik wel een maniertje voor. Wacht, nee. Kom maar goed, het komt helemaal goed. Ja, ik zie het, ik kan via de snelweg erop springen. Dit gaat goed komen. Nee. Wat gebeurt er nou? Mijn auto vliegt. Wat gebeurt er? Ga hier maar verder, nee, het gaat helemaal goed. Ik vind mezelf een goede monteur, maar dit vind ik wel echt wonderbaarlijk wat hier gebeurt. Wat is dat? Nou, waar kunnen dit regelen met z'n allen, joh? We gaan er helemaal op los. Nou, Gerard, pak jij de kist erbij? Dan gaan wij allemaal even sleutelen hieraan. Alleen de achterklep. Ja, de achterklep. Even kijken of die werkt. Ik vraag me dat namelijk af, want ik weet niet. Au. Dat deed zoveel pijn. Waarom lig je hier? Au, jongen. Ah, ik had tegen mijn hoofd. Oh nee. Ik had thuis. Heeft Henkie nu weer gedaan? Ik moest van hem de achterklep open. We gaan heel even testen of de achterklep werkt. Maar ik knalde heel hard tegen mijn hoofd. Op je mol. We gaan weer verder, Henkie. Oké, dan is er niets aan de hand. Oké, top. En nou, dan gaan we even snel verder. Ja. We kunnen ook testen hoe snel die dicht gaat als je bovenop staat. Oh, dat vind ik ook wel goed. We gaan weer verder. Toos, kom er even op. We moeten even testen of het gewicht klopt. Ja, maar Frederico, wil verder. We gaan naar de nieuwe melding. Kom, schiet op. Ja, ik ben niet zo snel. Oh, nu ga ik Henkie even Gerard, jij ziet er wel een stuk minder oud uit dan open Toos. Ik zie er wel knap uit, hè. Jij ziet er best wel knap uit, maar jij kijkt ook zo naar boven. Gerard, er aan de botox. Nee, wel. Nee, maar Henkie, jij kijkt ook ongelooflijk omhoog hier naar de bus. Wat gelijk het dan? Ik vind het dak soms wel gewoon interessant, weet je. Ja, iedereen zijn keuze. Ik heb een oplossing gevonden voor mijn hersenprobleem. Nou? Als ik een hersenprobleem heb, pak ik een auto en ga ik 100 meter ver weg. Ja. Ja? En dan kom ik weer terug en dan zijn jullie allemaal weer ontdooid. Nou dat is handig. Wat is je vermelding? Meneer was volgens mij tegen de boom aangereden. Wat zielig voor die boom. Ja. Ja, dat vind ik nou ook. Hey, we gaan eerst voor de boom, jongens. Oh, daar staat hij. Wat een fruit. Oh, die boom. Oh, nee, de boom, jongens. Oh, wat zielig. We moeten snel zijn. We gaan eerst vragen of het met hem gaat, oké? Nee, de boom. Ja, met de boom bedoel ik ook. Gaat het met u? Gaat het met u? Boom, gaat het? Boom. Gaat het met u? Wat is er aan de hand? Gaat het? Wat is er gebeurd? Boompje. De boom reageert niet blij voor die boom. Hij reageert niet, pak de reanimaties. Pak de reanimatiespullen. Pak de reanimatiespullen. Pak Lucas! Wie is Lucas? Met u Lucas? Ja, waarom heb je dat gedaan? Ja. Je hebt daar, heb je een bord. Ja, dat is stop. En de zon, die is daar. Ja. Die staat zo tegen dat bord. Ja. En toen zo in mijn bakkes. Dus jij geeft de zon de schuld? Nou, dat is alleen maar de natuur die zijn werk doet. Ja, maar... Die komt nou, meneer, in mijn bakken zetten. Meneer Italiaan, deze man is niet het waard om zijn auto te repareren. We gaan er even door. Nee. Ja, ik denk dat we de politie moeten bellen. Natuurvervuiling. Nou, dan moet je toch even vragen. Gerard, wat een mooie boom, hè. Boompje, hoe is het, jongen? Ja, heel goed. Boompje, joh. Hoe is het met je? Henkie. Ja? Kun jij weer een nieuwe carburateur pakken? Ik pak een nieuwe carburateur. Ik plak er wel wat dik mee. Zo, ik heb hier een nieuwe cabaretier, de motorkap ligt eraf. Ja, wil je ook even duct tape pakken? Ik pak wel duct tape, maar hier is de cabaretier. Neem dan gelijk een koplamp mee. En een koplamp, oké. Ik help wel even dragen. Gerard, wat moesten we nou pakken? Ik ben het vergeten. Koplamp? Volgens mij niet hoor. Of een wiel? Volgens mij was het een wiel. Ik pak wel gewoon een wiel. Zo, we hebben het. Oké. Zo, zoals gevraagd, twee nieuwe versgemaakte wielen. Maar ook twee nieuwe wielen. Ik krik hem even omhoog. Ja, is goed. Krik hem omhoog, ik doe deze kant nog. Gerard, doe jij het voorwiel, ik doe het achterwiel. Jongens, ik wil winterbanden. Jongens, zijn het winterbanden? Zijn het winterbanden? Nee. De zon schijnt toch? Jij bent daar klaar over de zon. Oké, deze gaat eronder. Zie je dat niet? Al die sneeuwpopjes. Zo, dat is de eerste. Oké, dat is wat je nodig had, toch, Toos? Henkie, schroef hem vast. Klopt. Ik schroef hem vast. 1, 2. Ja. Zo, hoppakee, die zit erop. Toppie. Zo, meneer, uw auto is weer helemaal gemaakt. Dat is dan 300 euro. Dan moet er nog... Henkie! Ja? Pak jij die motorkap even op, dan kan je hem met die vastplakken. Ja. Ik help wel even tillen. 1, 2,
Ja. Zo, meneer, de motorkap is weer terug. Goed zo. Kijk, dat is top. Niet goed. Nee, hij is van... Nee. Ik wil hem vastgeschroefd. Want nou kan ik niet harder dan 10 km per uur, want dan wijdt hij in mijn gezicht. Hij zit gewoon vastgeklikt hier bij de voorkant. Ja. Oh, wacht, dan doen we zij zeggen met klittenband. Nee, ik heb wel een idee. Wacht, ik sla er wel een paar keer op. Okay, nee, Henkie, even aan de kant. Nee, Henkie, nee. Gaan we niet doen. Anders gaan we wel even timmeren. Anders, ik word echt boos. Gerard, ik word boos. Wacht, Henkie, ik heb een idee. Wat is je idee? Hier heb je het rolletje van de voorstaan. Als jij naar achter loopt, dan plakken we hem helemaal om de auto. Oh, ik neem al een paar rondjes. Oké, okay, heb je hem? Geef maar aan me. Ja, Gerard, komt ie. Ik word echt boos. Oké, Toos, komt ie. Oké, ik ben rondjes. Kom maar. Ja, één rondje. Oh, Toos, je gaat al vastgeplakt zitten. Gerard, ook. Gerard! Stappen nu. Gerard! Oh, Gerard, ik heb Gerard denk ik per ongeluk vastgeplakt. Toos, ik heb Toos, we hebben Gerard vastgeplakt. Hey, hoe kan dat nou? Toos zit bij mij, daar staat Toos daar nog. Nee, ik sta gewoon in de auto. Toos is in de auto, Gerard. Ik word boos. Ik pak even een andere auto en stuur maar een GPS'je. Ja. Oké. Okay. Ja, hij trapt ook echt een auto terwijl de politie langs rijdt. Wat een sukkel! Wat een sukkel! Waarom deed hij dat nou? Hij heeft geluk dat de politie gewoon doorheen. Haha, hey Francesco, hebben we wel een nieuwe melding? Ja, nee, het is een beetje rustig nu. We kunnen wel een melding maken. We kunnen altijd melding maken. Ja, hier rechts, kijk. Hier rechts zie je politieauto, ik geef hem wel een trap tegenaan en dan maken we een melding. Oké? Oké. Dan goed. Gaan we hier geef even me staan. Maar geef me maar even. Komt-ie. We moeten jou er wel bij houden, Henkie. Nou, dit kan wel, joh! We kunnen een nieuwe melding maken hier, dat komt wel goed. Aan de kant. Dat kan wel! Aan de kant. Zo. Oké, we hebben een nieuwe melding. Waar is hij? Meneer. Goeiedag, meneer. Is Benielik van eigendom, hè? Dat weet u. Meneer, ik kan zeggen ja of nee. Meneer, maar wij zijn van de ANWB. Ik zie dat u een deuk in uw auto heeft. U heeft duidelijk de ANWB hulp nodig. Nu heb ik wel deuk, doei, meneer. Ja, kijk, de ANWB is dat te plaatsen. Mag u identiteitsbewijs zien? Tuurlijk mag u mijn identiteitsbewijs zien. Francesco, we hebben zo kan ik ook wel werk krijgen. Zo, wat is er niet goed? Ja, wel een toepasselijke naam, meneer. Henkie monteur. Ja, ik ben ook monteur. Daarom. Gerard! Met de cementwagen. Nou, meneer, we gaan uw auto helemaal vastplakken. Dit komt helemaal goed. Oh, Henkie, we beginnen met de duct tape. Ja, we beginnen met de duct tape techniek. Oké, ik houd het vast. Ik rijd rondjes, oké? Ja, doe maar. Dan gaan we. Twee. Kunnen ze wel mijn auto repareren of gaat het helemaal mis? Oké, zo, dat is één. Pas op dat je niet vastgeplakt. Oh, Toos, volgens mij zit je vastgeplakt. Oh, ik stap er even overheen. Ja, goed zo. Wordt, zo. Dan verhaal ik het natuurlijk op de ANWB. Hoppakee. Oké, drie rondjes goed, hè, Toos? Zo. Ja, drie is goed. Drie zat wel goed. Ik ga binnen even een ontstopper halen voor die deur. Ja, pak jij een ontstopper. Ja, goed. Dan las ik hem zover wel even mooi weer. Ik moet wel even in de auto zitten hoor, meneer. Om hem te testen of de motor weer werkt. Want die was ook stuk. Die was stuk? Nou, ik reed gewoon netjes weg. En hij deed het gewoon. Nee, maar ik zie duidelijk dat, dat ik even moet testen. Mag dat? Heb ik toestemming? Niet zeker als je wel verstand heeft van auto's. Mag ik toestemming krijgen om in de auto te zitten? Ja, als u de auto maakt, dan mag u even in de auto. Nou, dat komt goed. Weet u dan toevallig ook waar dat ene lampje van is? Dat lijkt wel op een soort motorknopje. Lampje. Oranje brandje. Oh! Op het dashboard. Is dat hem? Oh, wat doe je? Je moet niet de vaillamp aanzetten. Hoezo niet? Ja, dat lijkt me zo niet nodig. Hij werkt hier. Ik heb even getest of hij werkte. Henkie, ik had toch dat je misschien een cadeautje van me kreeg? Ja. Nou was ik naar binnen gegaan. Mijn auto is weer gereed. En bijna. Ik heb wat voor je gekocht. Wat heb je gekocht? Status 4. Een broodje. Een broodje! Die heb je altijd al gewild. Ja, en je mag het hele schap met donuts leeg eten. Oh, wat fijn. Ik ga gelijk donuts. Zonder te betalen. Oh. Zo, wat lekker dit. Gratis donuts. Ik eet ze allemaal op, Toos. Wat lekker. Henkie. Wat fijn. Ja, we mogen de hele winkel leeg eten. Neem lekker ook eentje. Wat een fijn cadeau. Hoop dat Toos hier... Meneer Agent, wilt u ook een donut? Jezus, ik lust er wel 100. Wat een fijn cadeau. Zo, meneer, uw auto is weer helemaal gereed. Mijn auto is weer gereed. Ja, joh, we hebben er een paar plakbandjes ermee gedaan, toen werkte die weer. Echt uitdeuken, kunt u dat ook? Moet u daarmee naar de ANWB? De ANWB is hier. Maar Toos had een ontstopper gepakt. Toos had een ontstopper gepakt. Ja. WC ontstopper. Oh, wacht, ik zal hem maar even ontstokken. Komt ie. Henkie. Ja? Hou me vast, dat ik niet achteruit. Ja, nee, dat komt goed. Ik heb je vast. Oké, ik zet het er nu op. Ja. Ja. 1, 2. Hoppa. We kregen de druk op ons. Oké, nou opgelost. Meneer, uw auto is gereed. Nou, heb je hem mijn factuur gestuurd, Toos? Nou, weet je wat, meneer?
U kunt achterop zien hoe u in bezwaar kan gaan. U krijgt een actiegier al binnen een paar dagen. Zo, wilt u hier betalen? Oh, is het weer zo'n klant? Wat zijn die klanten toch altijd ondankbaar, hé? Alsjeblieft. Wat zijn die klanten toch altijd ondankbaar de laatste tijd? Meneer, u blijft gewoon even hier. Wie? Ja, u meneer monteur. Hoezo? De sirene staat aan van uw auto. Oké, nu rijden! We moeten rijden! We moeten gaan! Oh, is die op slot? Ja, we kunnen gaan, joh. Stap u maar in. We kunnen weer gaan. Ga je voorin, Gerard? Ja, zo, stap in. Doos! Ja, stappen! Oké. Had je bijna een boete gekregen? Had ik bijna een boete gekregen? Waarom zou ik nou weer de boete krijgen? Dat weet ik ook niet. Ik zei dat we dat net ook deden, dat het niet zo goed ging. Wat ging deden we net? Een auto trappen en dan maken. Oh ja, maar dat kwam denk ik vooral omdat we een politieauto trapte. Oh ja, want hij wilde hebben niet betalen. Hebben jullie een politieauto getrapt? Ja! Ja! Oh, hoezo eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik dacht dan hebben we een nieuwe klant. Ja, dat is op zich wel slim. Ja, dacht ik ook. Als gaan we dat gewoon doen? Gewoon naar Blokkenpark. Oh, er staan genoeg auto's, jongens! Nou, die kunnen we wel allemaal repareren. Zullen we eerst voor de rode? Die lijkt me het duurst. En dan kunnen we de duurste factuur sturen. Dat bedoel ik, maar de duurste auto heeft ook een duurste onderdelen. Oh, natuurlijk, wat slim! Oké, we moeten het wel heel slim doen. Oké, stap uit. Zet hem voor. Wij stappen uit en we doen het snel. Wel blijven bukken, jongens. Blijven bukken. Jongens, nee, deze RX-6 is beter. Deze is duurder. Goedendag. Oké, snel, doe het. Hey. Wat zijn we aan het doen? Shit, die auto. Oké, okay, meneer, ik zie duidelijk dat hier een gat in het raam zit. Hier hebben we daar een mee voor nodig. Nu wel, ja. Meneer, de AWB, we kunnen beginnen met de klus. Ja, we moeten beginnen. We moeten beginnen. Ja, dat zal wel weer, hè. We zullen een factuur sturen voor dit onderhoud die we hier aan moeten doen. Toos. Had jij nou die wedstrijd gewonnen? Wat lijkt jij op opa Gerard? Wat is dit? Ben jij zijn broer? Wat is dit, Toos? We zijn geen broers. Toos, hoe kan dit? We hebben nog een opa Gerard. Jotte. Hey, hallo, rustig. Toos, kom terug, Gerard. Gaat hij zijn auto zelf maken? Geef ik even de sleutel aan u. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Top, ik ga hem repareren. Ja, is goed. Wat is er, Gerard? Toos, kom eens. Ja, ja. Toos, kom eens. Oh, ja, wat is er? Wil je een rondje mee? Kijk, Gerard had een heel goed plan. Ja. Zeg, leg het uit de Toos. Leg het uit de Toos. Nou, Henkie heeft net een sleutel gekregen van die witte, lelijke auto. Ja. En als Henkie nou met die auto wegrijdt, kunnen we hem verkopen, want hij heeft een sleutel. Ja! Oh, dat is een goeie. Dat is slim. En ik heb net 300 euro gekregen om een auto te repareren. Die we net gesloopt hebben! Nee, van een die daar niet. Oh, ja, oké. Dus als we nou Gerard en ik die witte auto pakken en verkopen... Ja, dan moeten we... Nee, dan gaan we een smoes bedenken, dat we hem even gaan verkopen. Aan wie moeten we hem verkopen? Aan de eigenaar. Aan de eigenaar, dat is een goeie. Ja. Wie zijn auto was die witte in? Ja, deze, die. Hij is die weg. Daniel Ricard. Henkie. Ja? Ik moet je teleurstellen, volgens mij is hij weg. Oh, dat maakt niet uit, joh, niks aan de hand. Kun je mijn auto wel zelf sneller maken, of niet? Welke is auto is van u? Die A6. Oh ja, die A6, die kan natuurlijk ook niet sneller maken. Gerard, dat doen we samen wel even. Moeten we alleen ja? Moet Gerard, even sleutel hebben? Gerard, kunt u mij mee helpen? Laat mij eens instappen. Gerard, stap jij ook even in om te testen? Oké, dan laat ik het je zien. Ik laat het je gewoon zien. Dus we moeten eigenlijk deze auto proberen te verkopen. Ja, aan diezelfde man van wie we hem gepakt hebben. Maar aan hem moeten we hem verkopen. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Ja, dat weet ik niet. Nee, dus ook niet. We gaan hem niet bedreigen, dat zijn we niet. Wacht, eigenlijk moet ik hem even kapot rijden, want dan kunnen we hem weer maken. Dat is een goeie. Dat is een goeie, hè. Kijk. Niet tegen een boom. Hoezo niet? Dat is zonde voor die boom. Oh, ja, natuurlijk. Kijk eens. 1 tikkie. 2 tikkies. 3 tikkies. 4 tikkies. Oké, nu is hij wel goed. Nee, want hij rookt een... Oh jee. Oké, nu hebben we een goed excuus om te zeggen... Meneer, die auto daar is helemaal kapot. Dus we zetten hem hier neer. Alsof er niks gebeurd is, weet je? Zo, oké. De auto is kapot, is duidelijk geregeld. Oké, meneer, we zijn tot de conclusie gekomen... dat uw auto gerepareerd moet worden door de AWB. En wij zijn toevallig aanwezig. Dus dat kunnen wij voor u regelen. Dat gaan we wel even een factuurtje voor u opschrijven. Oké, ik wou net zeggen. Factuurtje. We schrijven een factuurtje op, oké? Ho. U rijdt mijn collega's auto kapot, meneer. Je hebt mijn auto kapot gemaakt. Ik heb helemaal niks kapot gemaakt. Ik vraag even aan mijn collega Toos. Toos. We moeten die auto openlassen. Henkie. Ja? Auto. Je hebt mijn auto kapot gemaakt. Ja, je moet wel betalen. Okay. Welke auto? Ik ga van de weg af. Op de stoel. Niks aan de hand. Iedereen. Ik moet jou een factuur sturen terwijl jij mijn auto hebt kapot gemaakt. Dat vind ik niet eerlijk. Nou, ik moet toch je auto repareren? Dat ga ik toch niet gratis doen, joh? Ben je gek? Nee, maar je hebt hem wel gratis kapot gemaakt. Dat vind ik niet leuk. Hoezo gratis kapot gemaakt? Waarom is jouw auto kapot? Wat zonde van een auto, joh? Ja, daarom. Dat heb jij toch echt gedaan? Volgens mij alleen maar weer uren. Dit is de tweede keer dat ik u tref dat u een auto kapot maakt. Ik heb helemaal geen... Mijn auto. Weet je dat?